Mijn naam is Eva Lim. Ik ben 16 jaar. Ik woon in België. En ik mag voor het kunstschaatsen naar het EOF in Polen. Mijn mama kijkt altijd kunstschaatsen op tv. En toen ik klein was, dus toen ik 4 was, wilde ik ook heel graag omdat ik het zag. En in het begin mocht ik niet, want mijn mama vond mij te klein. En ja, ze vonden me te koud. En toen eindelijk na 2,5 jaar mocht ik eindelijk beginnen met schaatsen. Ik heb wel echt één groot voorbeeld, Michelle Kwan. Ja, ze is wel al gestopt, dus inmiddels. Maar ja, ze heeft zoveel bereikt eigenlijk. En ja, zo'n mooi schaatser, dus dat blijft nog altijd mijn voorbeeld. Ik ben heel erg artistiek, dus ik kan heel mooi rijden. Ik heb een goede uitstraling en dat is denk ik wel mijn sterkste punt, ook in het schaatsen. En waar moet je nog gaan sleutelen? Mijn techniek, ja, wel mijn sprongen. Ik moet echt nog een beetje vooruit in mijn sprongtechniek en mijn aantal draaien van dubbel naar triple. Ik zit op een speciale school, op een loodschool. Dat is speciaal voor studie en topsport. Zodat ik dan mijn studie en mijn sport beter kan combineren dan als ik op een normale sportschool of ja, op een normale school zit. En ja, verder gewoon of ijstraining nog proberen te doen. Zo, ja, krachttraining thuis en conditietraining. Ik hoop dat ik ooit nog eens naar een EK en een WK mag. En ja, iedereen droomt natuurlijk van de Olympische Spelen. Dus ja, dat hoop ik dan ook ooit nog een keer te bereiken. We hebben heel vroeger een Olympisch kampioen gehad. Weet je wie dat is? Ja, Sjakje Dijkstra. Ja, ik heb haar wel eens ontmoet. Ze was, vorig jaar was ze op het NK. Was ze komen kijken en toen heb ik haar nog gezien. Was samen met Joan Hanepel. En toen had Joan ons aan elkaar voorgesteld. Dus ja, dat was wel heel erg leuk. En nu ga je naar Polen. Het EOF, dat is het Europese Jeugd Olympisch Winterfestival. Wat ga je doen in Polen? Wedstrijden en ja, ook trainen nog. En ja, de andere Nederlandse deelnemers aanmoedigen. En ja, en van de sneeuw genieten, die er waarschijnlijk wel zal liggen. Wat zijn jouw kansen? Ik heb werkelijk waar geen idee. Ik denk, ja, normaal gesproken eindig ik ergens zo'n beetje in het midden. Dus ik hoop dat ik hetzelfde of hoger kan bereiken dan normaal. Ik ga gewoon mijn best doen, ik zie wel wat er van komt.